Hallo allemaal, vandaag gaan we gezicht tekenen. Een gezicht is nog niet zo eenvoudig en ik ga het gewoon stap voor stap uitleggen. Teken je weer mee? Ja, een gezicht, hoe teken je dat nou? Nou, laten we eerst eens even beginnen met een eivorm. Dat is al best lastig. We gaan dat door midden delen. Dus echt precies door midden. En zo ook door midden. Even kijken. Ik denk dat dat hier ergens is. Zo, en dan trekken we ook een lijn. Dit is namelijk de lijn van de ogen. Ogen. Heel veel mensen tekenen die ogen vaak te hoog. En hebben niet in de gaten dat het dus het midden van het lichaam moet zijn. Of van het gezicht is. We delen dit de gedeelte in vieren. 1, 2, 3, 4. En dit is de haarlijn. Dit is de schedel, hè? Schedel, haarlijn. Die is bij sommigen wel eens wat verder, hè? Sommigen hebben die haarlijn niet daar zitten, maar goed. En dit delen we in tweeën. En dan is dit de neuslijn. Neus. En dit is de kin. De kinlijn. En als we nou het hoofd zelf nog in vijven delen. Zo. Ik weet niet of dit ongeveer vijven is. Dan is dit de breedte van de ogen. Dit ook gelijk de breedte van de neus. En je ziet het. Er passen vijf ogen in een breedte van het hoofd. Nou, de ogen, dat zijn eigenlijk natuurlijk bollen. We gaan in ieder geval alvast de pupil tekenen. Zo. En dan komt natuurlijk iris omheen, zo. En ik hou die bovenkant even iets open, want dat ooglid dat valt er dadelijk zo overheen natuurlijk, hè? Zo. En die valt er onder of er tegen aan. Zo. Dan hebben we hier op die vierde, daar zit de wenkbrauw, is de wenkbrauwlijn is dat, op 1/4. En de oren, die teken je vanaf de wenkbrauwen of je tekent ze vanaf de ogen tot aan de mond. Nou, waar zit de mond dan? Die zit hier weer op 1/3 vanaf de neus tot aan de kin. Dus je deelt dit in drieën en heb je hier de mond zitten. En die mond die mag weer de breedte hebben van, ik pak altijd de iris van het oog. Dus als je deze lijn pakt, dan gaat die mond die gewoon komt tot hier. En ja, dat is natuurlijk als iemand lacht. En we willen een lachend iemand hebben, zo. Zo, dan hebben we de mond. Laat iemand lachen. Ik heb een iets dunnere stift gepakt, omdat we natuurlijk met die lijnen aan het werken zijn. Nou, dit is dan de neus. En die wenkbrauw. Ja, en dan die oren. Nou, of je tekent ze ergens tussen die wenkbrauwen en die ogen. Die komen zo en die lopen tot aan, of onderaan de neus of onderaan de mond. Dat ligt eraan hoe hoog. Kijk, we zitten nou net boven die ogen. Dus die zetten we even zo weg. En dan moet ik wel kijken. Ik zal even tip geven. Je kan beter eerst dat oor tekenen en dan, want dan zie je wat je hebt gedaan. Mijn linkshandig is dat net andersom. Zo. Nou, en dan zit hier natuurlijk die haargrens. Zo. En dan kunnen we natuurlijk haar tekenen. Zo. Haar, dat valt ook over die schedel heen, hè. Je ziet dat het vrij snel ook zo kan met stift. En dan hebben we een portret getekend. En dit is natuurlijk mooi in verhouding. Hè, met, ogenleden zo. En er zit hier nog een wal onder die ogen, normaal. Lachrimpeltjes. Zo. Nou goed, je kan dat
Met stift is het weer wat lastiger om een echt mooi portret te tekenen. Maar nou, je krijgt een beetje, kijk, een beetje een idee van hoe zo'n gezichtsopbouw is. Die nek die begint ook zo daar onder dat oorlelletje. En dan hebben we een gezicht getekend. Nou, ik ga zelf daarmee oefenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen. Morgen gaan we trouwens een oog tekenen. En dat gaan we met houtskool doen. Omdat ik met karikatuurtekenen gebruik ook houtskool. En dan kan je net wat fijner meegaan dan met stift. Dus ja, tot morgen als we een oog gaan tekenen.